Er zijn verschillende isolatiematerialen op de markt. Om de juiste keuze te maken, is het belangrijk om te denken aan het isolatiemateriaal zelf, maar ook aan de structuur of de bevestigingswijze, de mogelijke dampschermen en de binnenafwerking. In een woning, vooral in de winter, beweegt de waterdamp in de lucht zich voornamelijk van binnen naar buiten. Met andere woorden, door de menselijke activiteit is de lucht binnen warmer en vochtiger dan buiten de woning. Bij het isoleren kan deze dampverplaatsing leiden tot condensatie tussen de thermische isolatie en de koudere muur. Er zijn twee manieren om elke degradatie als gevolg van deze condensatie te voorkomen. Ofwel door een dampdicht binnenisolatiesysteem te installeren, of een dampopen binnenisolatiesysteem, ook wel capillair actieve isolatie genoemd. Elk systeem heeft een ander ontwerp en dus een ander hygrothermisch gedrag. Dampdichte binnenisolatiesystemen hebben een dampdiffusieweerstand die voorkomt dat waterdamp naar buiten migreert. De damp blijft aan de warme kant, komt niet in aanraking met een koud oppervlak en veroorzaakt dus geen condensatie. De dampdiffusieweerstand kan worden bereikt door een dampremmend membraan aan het isolatiesysteem toe te voegen of door het materiaal zelf. Voor materialen als mineralenwol en cellulose is een dampremmend membraan essentieel. Voor cellenglas of XPS-isolatie is geen dampscherm nodig. Dampdichte binnenisolatiesystemen zijn de meest gebruikte en de meest robuuste. Ze hebben echter het nadeel dat ze de uitdroging van de muur naar binnen toe moeilijker maken. Ze kunnen vergezeld gaan van een secundair houten of metalen frame dat het mogelijk maakt om isolatie in de vorm van platen, dekens of inblaasisolatie in te brengen. Deze systemen zijn zelfdragend en kunnen worden aangepast aan een originele muur die niet volledig vlak is. In ieder geval moeten alle oude afwerkingen verwijderd worden om te kunnen werken tegen een schone en stabiele muur. De tweede familie van binnenisolatiesystemen is de capillair actieve isolatie. Deze staan open voor dampdiffusie en zijn vanzelfsprekend capillair. Bij deze systemen verspreidt waterdamp zich gedurende het grootste deel van het jaar naar de bestaande muur. Aangezien deze muur een koude muur is, zal de damp op natuurlijke wijze condenseren. Dankzij hun capillariteit slaan deze isolatiematerialen vocht op en verdelen het over een oppervlak, waardoor schade wordt voorkomen. Capillaire actieve isolatie heeft het voordeel dat het naar de binnenruimte kan uitdrogen als het vochtig is, bijvoorbeeld door regen. Aan de andere kant is hun isolatiewaarde over het algemeen lager dan die van gesloten systemen. Wat betekent dat er een grote dikte moet worden geïnstalleerd om hetzelfde thermische rendement te bekomen. Dit systeem bestaat uit stijve platen of blokken, bijvoorbeeld van houtvezel of calciumsilicaat, die direct tegen de muur worden gelijmd. Let op, ook hier moet het binnenoppervlak van de bestaande muur vlak en stabiel zijn. Er is geen dampscherm nodig en de pleister kan direct op de isolatie worden aangebracht. Ongeacht het gekozen isolatiesysteem is het zeer belangrijk om de continuïteit van de luchtdichtheid te waarborgen en om luchtspleten tussen de isolatie en de muur te vermijden. Luchtcirculaties verminderen het isolerend vermogen van het geheel sterk en kunnen ernstige vochtproblemen veroorzaken. Voor meer informatie nodigen wij u uit om de andere video's te bekijken of om de website van het WTCB te bezoeken.